basis van de ontstaande situatie liet het de regering handig om in het kader van One Band, One Sound samen te komen en de samenleving te informeren van de actualiteiten waarmee we de laatste tijd zijn geconfronteerd. Het is uiteindelijk één regering die bestaat uit diverse politieke partijen, maar uiteindelijk één regeerbeleid tentoonstelt en ook naar u als burger presenteert. Hierover de president, de vicepresident en de minister van Financiën. President, alsjeblieft. Dank u wel, woordvoerder, de heer Alphen. Laat mij ook allen groeten en u vast gezegende paasdagen toewensen. Natuurlijk volgen wij de issues, we volgen ook de mediaberichten en we volgen ook namelijk de verschillende statements die afgelegd worden. En wij hebben als beleid ontwikkeld dat binnen de coalitie, als er issues zijn, dat we dat goed bespreken in de regeringstop met ook betrokkenheid van de ministers. Dat wij aangeven, en dat ga ik blijven herhalen, al gaat men vervelend vinden, waar wij gestart zijn anderhalf jaar geleden. En dat is namelijk een lege staatskas. Centrale bank leeg. Surinaamse postspaarbank leeg. En dat is wat wij als stad hebben gehad om ons beleid te ontwikkelen. Naar verschillende sectoren, maar ook naar de financiële sector. Dat er dreigingen waren anderhalf jaar geleden van betalingen van salaris, met name in de maand juni 2020. Dat is al een indicatie hoe ernstig de financiële crisis was. We hebben ons beleid ontwikkeld, strak financieel beleid, prudent beleid, bezuiniging en u kent de drie trajecten van inkomstenverhogende maatregelen, de uitgavenverminderende maatregelen, de afbouw van de subsidie, maar ook een sociaal pakket van maatregelen. Met die strategieën en uiteraard uitgebreid naar die internationale samenwerking om onze schuldencrisis te gaan herschikken, wat op goede weg is. Maar ook een samenwerking aan te gaan met het IMF, IDB en Wereldbank, hebben we nu wat financiële middelen om te zorgen dat we projecten uitvoeren. En de minister van Financiën die voert ook een beleid om te zorgen dat salarissen uitbetaald kunnen worden, daar waar er nog dringend subsidie nodig is, om dat te subsidiëren, daar waar in ieder geval tienduizenden ressuus wij van de vorige regering hebben overgenomen van bedrijven die goederen en diensten verleend hebben, dat die ook nu betaald worden op basis van beschikbaarheid van financiën, dat de ministers goed bediend worden, op basis van raadsvoorstellen die ingediend worden. Maar natuurlijk moeten we kijken wat die financiële ruimte nu is. Natuurlijk moeten we kijken wat beschikbaar is. Natuurlijk moeten we kijken ook naar die prioriteiten. En op basis daarvan wordt een ieder bediend. Zowel de personen en bedrijven die goederen en diensten leveren, zowel de ministers die daar op het ministerie ook hun beleid uitvoeren en financiële middelen nodig hebben. Maar wij zijn ook politici. Wij staan ook onder de druk van de samenleving. Wij krijgen ook dagelijks brieven, we krijgen ook dagelijks apps van betalingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Ook ministers die ook klagen. Alles bespreken we. En alles checken wij en binnen de grenzen van de financiële ruimte wordt er beleid uitgevoerd. Er zijn issues geweest waarbij de vicepresident is uitgekomen, waarbij ook de minister van Financiën gereageerd heeft. We hebben hier in de regeringstop de zaken besproken. We hebben naar alle cijfers gekeken, alle raadsvoorstellen, alle autorisaties, alle ressources hebben gekeken. En inderdaad heeft de minister heel wat zaken al betaald. Er zijn wat dingen die pending zijn. Soms zijn het aanvullende stukken die nodig zijn, die teruggestuurd worden. De minister aanvullende stukken moeten gaan sturen. Maar nogmaals, we hebben al deze zaken besproken en gecleared. De vicepresident heeft ook gezien dat er inderdaad betaald geworden is, storting geweest zijn. We hebben wel afgesproken dat we binnen de regeringsraad een presentatie gaan houden van alle financiële schakels. Vanaf de minister tot zijn tesorie, tot zijn
directorat, dat centraal was, zodat iedereen weet hoe het proces is als iets goedgekeurd wordt. En wat het traject is en hoe lang het duurt totdat het weer betaalbaar gesteld is. En dat het werkelijk gestort is op de rekening van het ministerie of van de bedrijven en persoonlijke goederen en diensten verleend hebben. Zodat een stukje transparantie is en duidelijkheid is. Nogmaals, we hebben hier gekeken en we hebben gezien dat de minister alles gedaan heeft wat hij moest doen binnen de grenzen van zijn mogelijkheden. Met betrekking tot de issues die over en weer uitgesproken zijn in de media, hebben we afgesproken, laat alles binnen de regeringstop besproken worden. Kunnen we direct nagaan wat het probleem is. Maar nogmaals, de minister is ook hier om aan te geven hoe technisch beleid en financieel beleid er is. De vicepresident is ook hier om aan te geven, namelijk de zaken die hij als issue had en hoe dat allemaal afgehandeld is. Maar als president kan ik u zeggen dat we de zaken van alle kanten bekeken hebben, goed besproken hebben, gecleared hebben en dat er geen issues zijn. En geen issues zijn naar de minister van Financiën. En dat er geen issues zijn die nog over zijn gebleven om verder over te praten, omdat alles gecleared is op een correcte wijze. En dat we doorgaan op deze wijze, door constant in overleg te zijn met elkaar, maar ook dat daar in de samenleving, waar personen zijn, waar ministeries zijn, die ook behoefte hebben aan financiën, dat ze ook op een correcte wijze bediend worden. En ook de middelen vrijgemaakt worden. En daarvoor hebben we ook afgesproken dat ministers ook regelmatig overleg moeten hebben met de minister van Financiën. Om na te gaan of er issues zijn. Nogmaals, meer communicatie, beter communicatie. En natuurlijk met het oogmerk dat het goede resultaten oplevert in het belang van onze beleidsvoering, maar ook in het belang van de samenleving. Mag ik dan de vicepresident vragen om in te gaan op deze situatie en aan te geven wat beleidstechnisch aan de hand is op dit moment? Ja. Goed. Daar heeft de president heel eens aan gegeven. Issues die er waren over betaling van RSU, ministerie die geen geld krijgen enzovoort, hebben we hier besproken. De minister van Financiën zit ook hier. We hebben de zaak bekeken. Hij heeft het technisch uitgelegd hoe die dingen zijn. Soms is die betaling, die autorisatie gegeven, dan duurt het nog een aantal dagen, waardoor bijvoorbeeld de centrale bank moet nog in beeld komen enzovoort. Dus al die dingen zijn technische dingen. Maar in ieder geval is geen issue meer over besproken. Er waren een paar dagen in de pers, je hoort dit, ik heb gezegd, want de meester komt bij mij. En VP, we hebben nog geen geld. En dat heb ik gezegd. Maar de president heeft de minister erbij gehaald. En we hebben gekeken naar de zaak. En natuurlijk zijn hier en daar nog kleine dingen. Maar belangrijk is duidelijk uitgelegd waar we naartoe zijn. Hoe wij alle ministeries gaan accommoderen. En natuurlijk, de minister heeft vooral mijn ministerie, maar het kabinet vicepresident heb ik geld gehad. En hij heeft me lijst gewezen waar de betalingen hebben plaatsgevonden. De president was erbij en we hebben gesproken. De minister was een beetje boos, maar alles is in orde. Dus minister, dat is dat ding. Maar dus we zijn in de regering. En natuurlijk, als er dingen zijn, denk ik dat we niet meer via de pers gaan communiceren, dat we rechtstreeks hier binnen de Kamer gaan doen. En dan dat we heel snel de problemen kunnen oppakken zelf binnen huis. Ja, dus mensen, problemen die morgen alles aan de zoek, alle problemen los op. De president zit hier, de minister zit hier. En soms is dat in bepaalde oorzaken ook een maar. We moeten praten en dan vinden we oplossingen. We hebben gesproken, de president erbij en we hebben oplossingen gevonden. Ja, dus dat heb ik te zeggen. Dank u wel, vicepresident. Minister van Financiën, het geheel van het financieel proces is soms onduidelijk en brengt wat irritatie. Kunt u wat licht daarop schijnen? Wat gebeurt er technisch precies en wat wordt niet altijd even goed begrepen? Ja, dank u wel, meneer Roosveld. Kijk, het begint met het
behandelen van een raadsvoorstel in de RVM, waarbij in het begin het raadsvoorstel niet getoetst werd door financiën en achteraf bleek dat coderingen misschien fout waren of dat er zelfs de begroting uitgeput was, dat je dus het raadsvoorstel, de goedkeuring, niet kon uitvoeren. We hebben toen het proces gewijzigd dat voordat het raadsvoorstel ingediend wordt, dat op Tesorie-inspectie, van Tesorie-inspectie een advies uitkomt of het raadsvoorstel voldoet begrotingstechnisch aan alle voorwaarden. Dus de codering juist is, er geld is op de begroting beschikbaar is. En dat loopt goed. Daarom denk ik dat de vicepresident kan beamen dat de behandeling van raadsvoorstellen in de RVM op een veel efficiëntere manier plaatsvinden. Maar dan heb je een raadsvoorstel goedgekeurd, daar volgt een missieve uit. En dan moet het project uitgevoerd worden. En dan wordt een autorisatieaanvraag opgemaakt in het systeem. En de autorisatieaanvraag wordt goedgekeurd of niet goedgekeurd door de minister. En de goedkeuring hangt ook af van zijn de documenten die ingediend worden, zijn die compleet, etc. De meeste autorisatieaanvragen worden goedgekeurd. En als het niet compleet is, wordt het teruggestuurd naar het vakministerie om het compleet te maken en terug te sturen. En nadat de autorisatieaanvraag goedgekeurd is, wordt het in het systeem geregistreerd. En dan zien de vakministeries dat ze vervolgens een reçu kunnen opmaken of uitdraaien. En wanneer er een reçu is, dan betekent het dat het ministerie tot betaling over mag gaan. Nu gebeurt het wel eens dat de reçus worden aangemaakt, maar dat je vanwege de cashflow en de primary balance, is een technisch ding, dat je even betalingen kan doen, maar soms even een week of twee weken moet parkeren. Maar het gebeurt ook wel eens dat de reçus blijven liggen. Maar ook dat de reçus niet aangemaakt worden door de vakministeries. Dus in dat proces moeten we wat verbeteringen brengen. In ieder geval is het zo, meneer Roosveld, dat is het technisch proces, is het zo dat ik hoop dat de indruk die bij de vicepresident ontstaan was, dat door mijn handelen zijn ministeries achtergesteld werden, dat die indruk door het gesprek en de uitleg die wij hebben gehad samen met de president, dat die indruk weggenomen is. En ik hoop dat dat het geval is, vicepresident. We hebben ook afgesproken, en het is niet de afspraak van vandaag, dat mijn collega-ministers mij altijd kunnen benaderen als er zaken van spoedeisende aard zijn. En ook de vicepresident en ook de president, en dan wordt er meteen aandacht aan geschonken. Dus met deze hernieuwde afspraken hoop ik dat het grote misverstand, dat we zo kwalificeren, dat die weggenomen is en dat we tot betere werkverhoudingen kunnen komen. En wanneer er indrukken zijn die leiden tot misschien irritaties, dat die wel eerst met elkaar besproken worden voordat we elkaar in de pers bespreken, want dat is niet goed. Ja, dus dat is wat wij besproken hebben en tot de afspraken zijn gekomen zoals die gemaakt zijn met interventie van de president. Dan nog een laatste vraag, minister van Financiën. We weten dat het bij de vorige regering is voorgekomen dat er bedragen zijn uitgegeven zonder dat die bedragen begroot waren. Deze regering doet haar best om ervoor te zorgen dat, zoals u zei, de primary balance in orde is en dat je niet meer uitgeeft dan wat je in feite hebt. Maar het proces is bureaucratisch. Wat zegt u tegen de kritieken die zeggen dat het proces te lang is, dat het te lang duurt van uitgaven naar inkomsten? Want u bent wel een man die zegt, de papieren moeten in orde zijn, anders kan ik het niet uitgeven. Waarom is het proces zo en hoort het zo te zijn? Nou, ik weet niet of het proces inefficiënt is. Het is wel een goed controleerbaar proces. Dus de schakels van controle, ik denk dat er goed nagedacht is over dit proces hoor.
dat de schakels van controle in het proces correct zijn ontworpen. Maar in de uitvoering kan het gebeuren dat het soms te lang duurt, omdat je te maken hebt met ambtelijke uitvoering, waarbij vanuit het systeem bijvoorbeeld als een autorisatie geüpload is, dat de ambtenaren van de vakministeries dat ook moeten zien en dan ook moeten besluiten een resu op te maken. Maar dan de documentatie ook tijdig opgevraagd wordt en de motivering, et cetera. Dus ik denk dat in de uitvoering we er naartoe moeten streven om dat wat efficiënter te doen. Ik heb vanmorgen ook gezeten met mijn staf en gekeken naar aanleiding van wat Ala Ogrit Jamaboom. Naar aanleiding hiervan ook gekeken naar het proces op financiën. En ook daar zijn er verbeterpunten, dus ook daar gaan we aan werken. Maar ik denk dat in dit verband een stukje communicatie met respect voor elkaar key is om dit soort situaties te voorkomen. Dank u wel. President, ter afsluiting. Aan de vooravond van de shuffling wordt u geconfronteerd met dit in principe onsmakelijk gegeven, waardoor het lijkt alsof er cracks in de coalitie zijn. Is uw coalitie solide op dit moment? Wel, als u deze vraag stelt aan de vooravond van Goede Vrijdag, vooravond van Pasen, dan kan ik uw vraag als volgt beantwoorden. We zijn een regering gevormd op basis van een verkiezingsuitslag. Volkswil. Dat is één. Tweede, we hebben een coalitie gevormd waarbij we vanaf dag één onze schepper hebben aangeroepen om ons in het regeertraject te begeleiden. En aan de vooravond van Goede Vrijdag kan ik nogmaals bevestigen dat deze coalitie een beleid ontwikkelt om vooruitgang te brengen voor alle Surinamers. We hebben geen makkelijk anderhalf jaar gehad. Een heel moeilijk achterjaar, anderhalf jaar, om te zorgen dat we de crisis beheersen. Om te zorgen dat we ook die druk in de samenleving enigszins kunnen verlichten. Het lukt ons aardig, maar de zwaarste periode hebben we al gehad. En tuurlijk ja, als je in deze zware periode met toffe maatregelen die doorwerken naar de samenleving, ook doorwerken naar je achterban, krijg je als politieke partijen, politieke leiders, ook druk vanuit die samenleving. En als we daar onvoldoende informatie geven en uitleggen, dan kan er inderdaad verkeerde opvattingen gaan ontstaan. Waardoor dan reacties komen en dan krijg je het gevoel alsof er iets mis is binnen de coalitie. Nee, er is niks mis. Het is een gezonde coalitie. Er is democratie in het land. Er is democratie in de politieke partijen. Wat wij doen is namelijk als er issues zijn dat we dat goed bespreken. Intern, dat is nog een keertje bevestigd geworden. Zullen er geen andere issues meer zijn? Nee, er zullen er issues zijn. En dat moet op een volwassen wijze aangepakt worden. Dat is wat wij demonstreren in die regeringstop. Namelijk dat in die regeringstop wij leiderschap tonen om alle problemen op een verantwoorde wijze aan te pakken. En uiteraard moeten we ook lering trekken uit de religie. En daarom hebben we ook die religieuze activiteiten. Dat in de historie altijd zo geweest is. Dat er strubbelingen zullen zijn. Dat er onduidelijkheden zullen zijn. En dat er voorspoed zal zijn en tegenspoed zal zijn. Maar leiderschap is daar om met die kracht van die schepper te zorgen voor voorspoed, voor ontwikkeling. Dat is wat we aan het doen zijn. En natuurlijk gaan we later op de dag wat meer bekendmaken geven, want er is ook ontwikkeling rond de COVID-situatie, die ook aardig onder controle is. Daar hebben we ook heel wat toffe maatregelen moeten treffen, veel beperkende maatregelen, maar nu we zien dat het de goede kant op gaat. Dan moeten we ook zorgen dat er daarop een stukje verlichting komt. En daaromtrend krijgt de samenleving wat meer informatie. En ik mag gebruik van deze gelegenheid om iedereen een gezegende feestdag, gezegende Goede Vrijdag, gezegende Pasen allemaal toe te wensen. God bless you all.